Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag en ik heb mij precies een beetje overslapen, want ik had mij wakker gezet om 7 uur. En ik heb die ook horen afgaan, denk ik. En nu is het 7 uur 36. Net mijn wrap voor vanmiddag gemaakt met spinazie, paprika, pijnboompitten, hazelnoot, vegan parmezaan zelf gemaakt. En zonnebloempitten. Oh ja, en een cashewnoten spread die ik zelf heb gemaakt. Ik heb ook een deel van de afwas gedaan. Hoewel ik mij vanmorgen dus 40 minuten had overslapen, heb ik toch alles kunnen doen wat ik wou doen. Misschien sta ik redelijk vroeg op. Ik sta meestal 2 uur op voordat ik moet vertrekken naar de winkel, dus dat is wel wat tijd. Kijk, mijn plantenbak groeit er echt van alles. Ik ben benieuwd of dat wietjes zijn of dat nog iets wordt. Maar ze mogen blijven groeien, want het is toch winter en er groeit anders niks echt speciaal die ik nodig heb. Ik ga nu mijn stickers plakken die ik vanmorgen heb uitgesneden. Nu zie je ook echt de mensen achter het merk in de bak. Vandaag ben je in de Sustainable Family Awards en je kan in verschillende categorieën nomineren. En het zou echt heel leuk zijn mocht jullie mij nomineren in de categorie voedingswinkel. Yay! Dat kan door naar hun Instagram te gaan en te klikken op de post Sustainable Family Awards voedingswinkel of door op de link hieronder te klikken. En ik weet dat ik niet zo heel veel kans heb om te winnen, omdat je kan ook oma en zo nomineren. Dat zijn al echt grote verpakkingsvrije winkels in België en ik ben nog maar net begonnen. Maar het zou echt super leuk zijn om genomineerd te zijn of gewoon om... Het is zelf gewoon leuk om jullie tekst onder mijn getagd te zien onder die post, omdat ik echt zo'n fan ben. Van Sustainable Family. Ik heb ook een cursus duurzame voeding gevolgd. Ik heb nog op een webshop gekocht voordat ik een eigen webshop had. Dus ik ben echt... En ik volg hen ook op alle social media kanalen. Dus het zou echt mega fijn zijn mocht ik genomineerd worden in die categorie. Nu is het tijd voor wat vitaminen. Het is ondertussen 4:15. Ik ben even de Nee is ook een woord training aan het volgen in de Structure Junkie Academie van Cynthia Schultz. Ik sta op de blog van Natuurdromers. Ik ga even een linkje hieronder zetten. Het is echt super, super cool. Een van mijn knieoefeningen doe ik trouwens hier op de trap. Dit is de trap naar een fotokamertje. In de winkel heb ik 2 dopperflessen leeg gedronken vandaag. En dat is de eerste keer dat het gelukt is om zoveel water te drinken hier. Vanavond heb ik terug aqua gym. Het lag wel even stil. 6 december had ik mijn laatste les en dit is de eerste les van de nieuwe reeks. Vorig semester, of hoe dat je dat ook noemt, deed ik 2 keer per week, nu maar 1 keer per week. Ik merkte dat ik gewoon moe werd en dat mijn week een beetje vol zat. Mijn avonden in de week een beetje vol zaten.
Net les aqua gym had. Ik weet dat jullie mij eigenlijk echt niet goed zien. Het was heftig. Net naar de aqua gym geweest. Het was dus de eerste keer sinds maanden dat ik terug ging. En dus ook de eerste keer sinds dat ik weet dat ik Osgood Scuttler heb. En ik dacht, ja, dat gaat nog wel meevallen in het zwembad. Low impact, door het water en zo. Maar dat viel dik tegen. Begonnen de lessen eigenlijk meteen bijna met oefeningen die wat impact geven op de kniespieren. En ik moet zeggen, na een tijdje wil ik ze echt voelen en dan ben ik gewoon geminderd en zelf even gestopt met oefeningen. En ja, ik moet zeggen, tegen het einde van de les voelde ik hem echt ook wel. Dus nu ga ik eventjes nog met mijn ace-pack op mijn knie leggen. Terwijl ik nog een kwartiertje lees. Misschien nog geen kwartier. Want het is nu ja, ongeveer 9:45. Meteen dat je zwembad gedoucht bent. Meteen dat je omgekleed hebt. Meteen dat je dan thuis bent. Meteen dat ik nog eventjes mijn haar hier gekamd heb. Pyjama aangedaan. En was uitgehangen. Dan is het 10:15. Ik ga nu nog een klein stretch oefening doen voor mijn spieren. Ik dacht dat is misschien nog wel een goede afsluit van vandaag. En als ik aqua gym heb, passeer ik meestal voor de eerste keer onder de menepoort rond 8 uur. Allee, rond de menepoort, want dan kan je niet onder de menepoort. En normaal staat er echt per veel volk, maar vandaag viel het eigenlijk echt wel mee. En misschien vraag je dan af, waarom staat er daar eigenlijk super veel volk? Wel omdat elke avond om 8 uur onder de menepoort de last post wordt geblazen met klaroenen. Ter gedenking van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Dus daarom. En nu ga ik slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer, redelijk vroeg. Want om 8 uur heb ik knie.